kick-off van Society is natuurlijk niet zomaar geregeld. Hier gaat heel veel voorbereiding aan vooraf. Laten we even kijken hoe dat in zijn werk is gegaan. We zijn nu aan het repeteren. Tot nu toe tevreden? Ja, heel erg tevreden. Ik ben echt super trots op de reporters. Want ze doen het toch maar eventjes. Ze gaan hier zomaar even staan. Drink some margaritas by Listen to the mariachi play at midnight. Ik zorg dat iedereen de juiste microfoon krijgt en het juiste zendertje. En zorg dat hij goed zit, zodat iedereen duidelijk verstaanbaar is in de zaal. Nou, het mooie van deze kick-off vind ik eigenlijk jullie thema Up to You. En dat jullie ervoor hebben gekozen om niet een moderator in te huren, niet directie te laten doen, maar gewoon jullie eigen medewerkers. We zijn hier in de Heineken Musical voor de kick-off van Society 2016. Laten we even een paar collega's opzoeken om te vragen wat hun verwachtingen zijn voor deze avond. Jeroen, welke verwachtingen heb jij van deze avond? Nou, dit is voor mij de eerste keer de kick-off. We lopen bijna twee rond vanavond de eerste keer, dus ik ben heel erg benieuwd wat vanavond mij gaat brengen. Mijn verwachting van vanavond is dat wij met z'n allen een hele mooie avond kunnen hebben. Ja, Heineken Musical is altijd leuk. Ik ben benieuwd wat Sochi er nou weer van gemaakt heeft, dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd wat jij tot nu toe van deze avond vindt. Ik vind het erg gezellig. We hebben erg lekker gegeten. En het is natuurlijk helemaal fantastisch om zoveel societisten bij elkaar te zien. Je ziet een aantal ontwikkelingen. Piet Wieber heeft natuurlijk al iets gezegd over de economische ontwikkelingen. Die zien wij ook. We zien de economische vooruitzichten wat verbeteren. Wat vind je tot nu toe van deze avond? Leuke avond, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een tijdje niet geweest, maar het is wel eens leuk om weer eens iedereen hier zo te zien. Gezellig, er wordt veel gepraat, dus ben benieuwd. Societist van het jaar is geworden Pepijn Paap. Pepijn, Societist van het jaar 2015. Je wist natuurlijk al dat je was genomineerd. Had je het verwacht? Stiekem wel gehoopt. Maar niet verwacht, het is natuurlijk een keuze. En ik begreep dat het een keuze was van het publiek. Dus ja, het is ik noem het ook een publieksprijs. Een soort idols, iedereen kan stemmen. En ik blijk de beste stem te hebben.